Sander, we zijn er. Mogen we even binnenkomen? Nee jongens, sorry, spijt me. Ik heb mijn huis helemaal schoon. Tuurlijk mogen jullie binnenkomen. Met wie woon jij hier? Ja, ik woon hier met Toeter. Nou, die ligt hier ontzettend ontspannen, onze vrij zagrijnige kat. Verder woon ik hier met mijn vrouw Tessel en mijn vier kinderen, Klaas, Molly, Cato en Lily Lexi. Ja, een huishouden van Jan Steen. En wie is hier chef schoonmaak in dit huis? Ja, er is één chef schoonmaak. Ik doe de kat even weg hoor. Dat ben ik. Ja, ik vind het huishouden, en dat is echt uit het diepst van mijn hart, vind ik heerlijk. Vind ik geweldig, het geeft me rust. Er moet wel altijd muziek bij, dan gooi ik de muziek aan. En dan ga ik op projectmatige basis ga ik schoonmaken. Ben jij typisch iemand van Pietje Precies of mwah? Nee, ik ben wel Pietje Precies. Meestal wel. Er zijn wel bepaalde dingen waar ik juist geen Pietje Precies ben. Maar optisch is het altijd zeer schoon in huis van Lantinga. Dat is misschien wel een afwijking. Dat als ik dus iets constateer, dat ik dan meteen het eigenlijk ook meteen schoon wil hebben. Feit of fabel? Ja. Een houten vloer kun je het beste schoonmaken met een gewoon sopje en een dweil. Feit. Oh. Aan wat voor schoonmaakklusjes stoor je het meest? Een vaatwasser of zo'n wasmachine. Ja, kan er wel met een partijtje chloor doorheen gaan, maar dat is volgens mij ook niet goed. Dus er valt ook niet altijd wat aan te doen. En dat stoort mij dan nog wel eens als perfectionist. John, kom er maar in. Vaatwassers lijken wel schoon, maar dat zijn ze niet. Bij elke wasbeurt vervuilen onzichtbare onderdelen als gevolg van vetresten, etensresten en kalkaanslag. Het gebruik van HG onderhoudsmonteur verwijdert deze vervuiling. En als je HG onderhoudsmonteur één keer per kwartaal gebruikt, dan blijven afdichtingsrubbers elastisch en waterbestendig. Maar een tip, gebruik HG onderhoudsmonteur altijd bij een lege vaatwasmachine. Sander, als jij een schoonmaak of onderhoudstaak de rest van je leven moet doen, welke is dat dan? Kies je toch wel voor de was. Dweilen vind ik ook heel leuk. En gewoon een goed vies gasfornuis, helemaal met al die pitten schoon, ook lekker. Ik speel voor de was, €100. Feit of fabel? Je huis structureel luchten moet je niet doen, want dan gaat kostbare warmte verloren. Dan zeg ik fabel. Goed, hè? Goed, tuurlijk. Klopt. Luchten. Zelfs bij gevangenen werkt het. Sander, welk schoonmaak- of onderhoudsklusje wil je direct opgelost hebben? Dat is toch altijd wel het toilet. Ja, ik heb wel een beetje smetvrees, denk ik. Mag ik wel zeggen. Dus op het moment dat er visite is geweest of dat er mensen in huis zijn geweest, dan op het moment dat ik de voordeur dicht doe, dan ga ik op mijn knieën en dan maak ik het toilet schoon. Kijk, zo groot is het niet, dus het valt te overzien allemaal. Maar ik zit niet heel erg te genieten als ik op mijn knieën zit met een bak chloor voor mijn neus en iemands remsporen zit weg te werken. Nee, dan kan ik toch wel andere dingen verzinnen die ik leuker vind. John, kom er maar in! John! Iedereen maakt natuurlijk wel zijn toilet schoon. Maar niet iedereen doet dat regelmatig of op de juiste manier. Voor de dagelijkse reiniging van je toilet gebruik je de HG Hygiënische Toiletgel. Voor het verwijderen van probleemvervuiling gebruik je HG Toiletgel Extreem Sterk. Dit product is veilig te gebruiken voor je toilet. Andere krachtreiners bevatten namelijk zoutzuur. Zoutzuur is slecht voor het glazuur van je toiletpot. Tip voor een goed gebruik: goed onder de rand aanbrengen, 20 minuten laten inwerken, even naschrobben en dan doorspoelen. Nou Sander, wat is jouw ultieme schoonmaaktip of onderhoudstip die je graag met iedereen wil delen? Om het hele proces wat fijner en leuker te maken, zet gewoon lekker muziek aan. Met muziek is het huishouden echt niet zo'n straf en is het alleen maar lekker. Je pakt de beste liedjes mee, je zingt mee en je huis is nog schoon ook. Dus echt een beetje muziek doet wonderen. Nou Sander, dankjewel dat je al je schoonmaaktips met ons hebt willen delen. Nou jongens, dankjewel. Ik ga het toilet schoonmaken als jullie weg zijn. Of moet nog iemand? Ja, oké, dan wacht ik eventjes.